Dit is een bedrieglijk mooie vaart in Flevoland. 20 jaar geleden, topstek voor snoek. De laatste jaren geen snoek meer te vangen. Maar ik heb er eigenlijk nog nooit met de feederhengel gevist. Dus laat ik dat eens proberen vandaag. Je weet nooit. Deze wist mijn maïs met een brokje te waarderen en beet aan na een half uurtje. Ik ga de action cam aanzetten. Je weet nooit wat er nog gaat gebeuren. Deze gaat terug. Na die eerste brasem verspeelde ik nog een vis. Een gebroken onderlijntje. Ik denk dat dat komt omdat ik het beschadigd heb met mijn hakensteken. Maar het kan ook een roofvis geweest zijn, ik weet het niet. Ja, net duikt er een aalscholver over mijn bestek heen. En dan kan ik het voorlopig wel vergeten. Dus ik denk dat dit een hele korte sessie gaat worden vandaag. Tot de volgende keer. Vorig jaar met die hete zomer, en vooral droge zomer, stroomde het hier elke dag op dit kanaal. Om water in te laten voor de boeren. Vangsten van 10 kilo in een paar uur tijd waren heel normaal. Allemaal witvis en zelden groter dan 30 centimeter. In september was het helemaal afgelopen. De reden dat ik hier vanmiddag toch weer kon vissen, is dat ik vorige zomer, voor het eerst sinds jaren, weer halfvastjes begon te vangen hier. En ik ben benieuwd hoe die zich hebben ontwikkeld in een jaar tijd. Ik hoop er vanmiddag achter te komen. Nou, de eerste komt binnen de 10 minuten. Op de maïs met een brokje. Winden. Ik denk eerder een hybride. Iets tussen winden en brasem in. Een beetje voor hem. Nou, de bak van de voren. Mooie voren. Ja, is tot nu toe allemaal voren wat ik eraan krijg. Nou, deze kwam dan eindelijk eens een keer op een pallet. Ik heb een uurtje of twee gevist. En na die winden alleen nog maar aanbeten van voren gehad. Op allebei de hengels. Op maïs haak ik ze regelmatig en er zitten best mooie tussen. Maar op de pallets of de wafters, nou is het echt een uitzondering als je erin vangt. Ik ben er ook een beetje klaar mee. Ik ga weer terug naar zoals ik altijd gevist heb. Op allebei de hengels, maïs als basis. Het laatste half uur is een herhaling van zetten geworden. Met alleen maar blankvoren en rietvoren. Geen enkele bodem. Hazen, bodembedekker zei ik bijna. Geen brasem te zien. Nou kan het natuurlijk zijn dat die brasem nog in de poldersloten zit. Maar dat geloof ik niet echt. Ik denk eerder dat de brasemstand op de hoge vaart, want daar zit ik, nog verder verslechterd is. Het is jammer. Ik ben er voorlopig even klaar mee. Tot de volgende keer op een ander water. Ik wilde vanmiddag een nieuwe stek gaan maken in de polder. Maar het heeft geregend en het riet staat 2 meter hoog. Nou, dan weet je het wel. Binnen 5 minuten ben je drijfnat en daar heb ik geen zin in. Uiteindelijk ben ik hier terecht gekomen. Het is best een mooie stek,
maar wel een hoop herrie van een weg achter me. Nou ja, dat neem ik maar verliefd aan vandaag. Vanaf vandaag ga ik weer gewoon met mais vissen. De voerstek komt hier, achter het riet. En de zwerfkorf gaat naar die punt aan de overkant. Nou, wat ik nou meemaak, op de zwerfkorf, binnen 10 minuten. Ik krijg een prachtige aanbeet en het beest blijft langs de grond zwemmen. Ik snap er helemaal niks van. Wat blijkt het te zijn? De paling. Ja, die heb ik echt in jaren niet meer gevangen. En zeker niet zo grote. Kijk dat toch. Ik heb er niks mee. Echt niet. Maar ja, andere kant. Het is toch wel weer een aparte ervaring. Ik zal hem even meten. Nou, ik krijg hem niet gemeten. Maar hij zit niet ver van de meter af, denk ik. Ik ga hem snel terugzetten, want hij bloedt. Geen idee hoe dat komt. Want ik vis met een haakje 10. Maar goed. Hij heeft zijn vrijheid meer dan verdiend. Jammer dat ik de SD-kaart vergeten ben om in de actioncam te steken. Tijk is dan top om te filmen, dat lukte dus helemaal niet. Nou, ik ben die paling aan het terugzetten. En hoppa, bingo, 58 centimeter. Op de hengel rechts. Dus op de, hoe heet dat? Op de voerstek. Gaat wel erg snel zo. Het laatste uur, anderhalf uur voor een kalimba van dit soort vissen. Het gaat achter elkaar door en allemaal op de mais met een brokje. Ik hoop dat de braasem terugkomt. Het is een middag geworden met vooral vel, koelblij en halfwasjes. En gek genoeg geen enkele voren. Die paling was natuurlijk wel leuk aan het begin. Dat is echt bijzonder. Wat ik er toch van over heb gehouden vandaag is dat ik uitgekeken ben op die kant-en-klare pellets en mini-boilies. Geef mij maar mais met een twist. In ieder geval bij het instant vissen. Tot de volgende keer. Hallo allemaal. Ik ben in de mancave. En ik ben mijn aas aan het klaarmaken. Want morgen ga ik een wedstrijd vissen met mezelf. Morgen maak ik twee stekken vlak naast elkaar met hetzelfde grondvoer. Op beide hengels komt exact dezelfde montage. Met een loodje van 20 gram. En twee maiskorrels plus een kattenbrokje aan de her. Het eerste uur gebruik ik een Procalvit dip op de linker hengel. Het tweede uur op de rechter. Derde uur weer op de linker en het laatste uur weer op de rechter. En dan maar kijken wat het beste vangt. Het is wel erg braaf weer vandaag. Ik hoop dat het nog gaat waaien. Bij de voerstekken ligt lokvoer en een katapultje met mais. Allebei de hengels zijn exact hetzelfde beaast met exact hetzelfde systeem. Kijk maar. Dus ik kan gaan vissen. Ik begin met een Procalvit dip op de linker hengel. Ik ga niet alles filmen. In principe komen alleen de betere vissen op camera. Hopelijk 50 plus braasels. En zilten. Misschien een karpertje. We zien wel. Ik ga wel de stand bijhouden. En ik ben van plan alle aanbeten te noteren. Of ik nou vang of niet. Het gaat immers om het aas. Nou, simpele opzet. Procalvit links. Standaard rechts.
Brokkelfiet rechts, standaard links, eerste uur, tweede uur, derde uur, vierde uur. Ik ben benieuwd hoe dat er over een paar weken uitziet. Aanbeten op de hengel zonder Prokofiet bij de eerste vis komt op de Prokofiet. Dat is deze. Op de Prokofiet en een paar vorens op de andere hengel. Ik ga nu wisselen. De Prokofiet gaat naar de rechter hengel. Ik ben 2 uur aan het vissen en het weer is omgeslagen. Het is hard gaan waaien en er komt steeds meer bewolking. Maar goed. Dit is absoluut geen topstek, maar dat wist ik wel. Het is heel stil geweest. 2 verspeelde braadsels het afgelopen uur en 1 riet voor hem. Verder niks, geen enkele aanbeet verder. En die braadsels die verspeelde ik trouwens niet eens op de Prokofiet. Goed, nog 2 uur te gaan. Het was niet best. Met 1 brasem en een stuk of 10 drietvorens. Even kijken hoe het gegaan is. Ik moet aanmeten. Even kijken wat het geworden is. Prokofiet 2 plus 3 is 5. En op de andere hengel 4 plus 3 is 7. Nou, op naar de volgende wedstrijd. Tot dan. Vanavond vis ik 4 uurtjes in Almere op de Lage Vaart. Heel lang geleden dat ik hier was. Ik weet dat het lastig water is, maar ik weet ook dat er zware brasem rondzwemt. Ik hoop dat het gaat lukken vanavond.
mooie vis van 60 centimeter. Je raadt het al, precies 60 centimeter. Deze keer niet op brokkelviet, maar gewoon op brokje, twee maaisjes. Terug. Dan ligt hij weer. Aansteller. Kom, zwemmen. Tot zo. En weer een prachtige zware brasem. 56 centimeter. Kom van de rechterhengel op Prokoviet. Snel verder vissen. Bijna 9 uur. Ik stop om 9:30. Dan heb ik er 4 uur op zitten. Dus over een half uurtje ga ik de balans opmaken. Ik heb al een tijdje de indruk dat Prokoviet vooral goed werkt in combinatie met maden. En dat als ik met brokjes vis, dat ik het eigenlijk niet nodig heb. Die brokjes die hebben op zich al genoeg vangkracht. Wat ook wel apart is vandaag, is dat ik helemaal geen last heb gehad van witvis. Maar voor het formaat van de vissen heb ik in ieder geval niet te klagen vanavond. Oké, ik ga mijn laatste half uurtje vol vissen. Tot straks. De tijd zit erop. Ik ga stoppen. Als je grote vissen wil vangen, moet je niet te veel verwachten van aantallen. Ik ben heel tevreden met 4 aanbeten van 4 mooie vissen. Deze keer keurig verdeeld. 2 op de Prokoviet en 2 zonder Prokoviet. Tot de volgende keer. Ik ben op dezelfde stek aan de lage vaart als de vorige keer. Het enige verschil is dat ik deze keer geen lokvoer meegenomen heb. Ik ga alleen mais voeren, in de hoop dat mijn brokje dan nog sneller opgemerkt wordt. De eerste 2 uren zijn dramatisch verlopen. Geen enkele aanbeet. Niet op links, niet op rechts. Dat is nou typisch de lage vaart. Grote scholen kom je niet meer tegen. En die vis is voortdurend in beweging op zoek naar voedsel. Nou, ze kunnen hier wel 20 kilometer vandaan zitten. En toch maak ik me 4 uurtjes vol. Tot straks. Na 2,5 uur, eindelijk een aanbeet. Prachtige vis, 58 centimeter. Kilootje 3,5 wel, denk ik. Ik ga hem terugzetten. Het is een super slechte sessie geworden.
met slechts één aanbeet en niet eens op de Procovid. Ik moet de provincie maar eens uit en het ergens anders gaan proberen. Tot de volgende keer. Ik ben vanmiddag in de Noordoostpolder voor de vierde Procovid-wedstrijd op een mooie vaart. Ik ga één hengel vissen net achter het taluut en de andere een metertje of vijf verderop richting de vaargeul. Ik ben blij dat ik nog niet gevoerd heb, want deze jongen komt langs. De eerste is binnen. Verrassend sterke vis van dit kanaal. Mooi ook qua kleur. Snel verder vissen. Nou, die brasem is een tijdje stil geweest. En nu vang ik dit. Dus ja, hoeveel ze zat zijn? Zesde, zevende? Best redelijk te vangen. Maar dit is heel vervelend. Drijfvuil. Het kroost dat valt nog wel mee. Maar regelmatig komen de rietstengels en takken voorbij. En dat is ontiegelijk vervelend. Nou ja, het moet maar. Ik heb bijna 3 uur gevist en ik stop ermee. Ik maak de 4 uur niet vol vandaag. Het is bloedheet geworden en ik erger me aan dat drijfvuil. Het wordt steeds erger. En vissen moet wel leuk blijven. Hè? Ik kijk even naar de Procovid-uitslag. Nou, net als ik mijn boekje wil pakken voor de Procovid-uitslag, kijk een peuk op mijn hengel van deze vis. Hele mooie, 59 centimeter. Nou. Hij is goed levendig zoals je ziet, dus dat betekent ook dat hij snel terug mag. Mooie vis hoor, hij is echt sterk hier, dat verbaast me wel. Ik blijf nog een kwartiertje, je weet maar nooit. Zo is het wel weer leuk. Ik ben toch maar in gaan pakken, want het is echt snikheet. En het wordt alleen maar vervelender met het drijfvuil. Oké, vandaag, hoe ging het?
Nou, één leuke braasem van 59 en nog eentje van pakweg 45. En voor de rest alleen halfwasjes, windhybrides en misschien wel een kopvoer ertussen. Volgens het paarse boekje, vandaag 6 aanbeten met Procalvit en 3 zonder Procalvit. Wordt vervolgd. Tot de volgende keer. Het wordt vandaag 28 graden met kans op onweer. Nou, de eerste bui heb ik onderweg al gehad. Maar ik heb wel een stek gevonden die aan alle criteria voldoet voor vandaag. Namelijk de auto vlak achter me en schaduw. Of de vis zit weet ik niet, want ik ben hier nog nooit geweest. Leuk begin met een mooie vis. Helaas niet op de Procalvit. Verder vissen. Af en toe beet zou ook leuk zijn. Het is een beetje gaan waaien. Maar de positieve impuls is uitgebleven. In 2 uur tijd, 1 aanbeet. Nou, dat is niet best. En zelfs de kleine witvis laat zich niet zien. Het is 4:15 en ik ga ermee stoppen. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is dat het geen 28 graden geworden is. En ik heb ook geen onweer gehad. Het slechte nieuws, ja, de vangsten. Ik zal ze even laten zien. Het was weer bedroevend vanmiddag. Een bruisem in het eerste uur. Daarna 2 uur helemaal niks gezien. En dan uiteindelijk het laatste uur nog een paar blieken. Verder niks. Wat de Procalvit betreft, 5-3 vandaag. Ik ga even naar de totaalscore kijken van de afgelopen 5 sessies. Mooier kan ik het niet maken in Flevoland. Ik heb alleen gevist op openbaar water. Alleen overdag en zonder voor te voeren. Nou, van de 5 sessies... heb ik wel elke keer gevangen, maar het was niet geweldig. Ik heb er 18 gevangen op Procalvit en 16 zonder. Nou, dat is niet echt overtuigend. Dus ik denk in de toekomst, in deel 3, dat ik toch maar weer gewoon 1 hengel met Procalvit maden ga vissen. En mais met een brokje op de andere. Tot de volgende keer.